We zijn aanbeland in de Alpen tegen de Zwitserse grens aan. Met de besneeuwde bergtop in de achtergrond wordt het weer een zware etappe. De bus is geparkeerd, de bidons zijn gevuld en er kan weer gekoerst worden. Maar hoe is de sfeer na 5 dagen koers? Super gezellig. Dus ja. Geweldig. Vind je dat ook? Ja, ik vind het echt geweldig. Zal ik nu gewoon een microfoon gewoon aan jou geven? Kunnen jullie elkaar even interviewen? Hoe voel je, Iris? Ja, ik voel me heel goed. Ik denk dat ik me zeker zo goed als jou voel. Ja. Want ik ga vandaag knallen. Zullen we nog een videoclipje bij de waterval opnemen? Ja, ik zou zeggen, dat gaan we doen. We gaan even trekken even onze bikini aan en we nemen nog even een duik. Met de zwier in de ploeg zit ik dus voorlopig wel goed. Dan nog even tekenen en een klein dansje doen. Dan kan de etappe van start gaan. Een dag nadat Marianne Vos er doorheen zakte op de laatste klim, ging het vandaag een stuk beter. Ze klimt mee met de beste rensters en dat gaf haar een goed gevoel. Ja, ja zeker. Finish bergop en geen gemakkelijke klim, dan wordt het zeker zwaar. Het begon met een afdaling, de etappe. Het was niet een al te lastige etappe, maar ja, we wilden wel proberen daar in ieder geval een slag te maken en een voorsprong te pakken. Lucinda en ik zaten in de kopgroepje van 4. Maar ja, het was te lang door de vallei om daar echt een voorsprong te pakken en vooruit te blijven. Maar goed, ja, niet geschoten is altijd mis. Dus het was leuk geprobeerd. Maar uiteindelijk kwam het allemaal weer samen. En op de klim is het dan weer gewoon ieder voor zich. En proberen zo goed mogelijk en zo lang mogelijk aan te hangen. Nou, gisteren was het echt wat minder. En dan is het wel prettig als het vandaag in ieder geval wat beter loopt. In het begin ging het niet echt goed. Dan moest ik al heel snel de eerste groep laten gaan. Toen viel ze wat stil en kon ik even herstellen. En het laatste stuk van de klim kom ik een klein beetje doorheen. Volgens mij werd ik zevende op een dikke anderhalve minuut of 1,39. Nou, gisteren verloor ik 5,15, dus er zit in ieder geval verbetering in. En dan heb je toch nog de puntentrui en een mooie plak met lekkere kaas. Wordt er morgen een broodje kaas? Nee, er wordt morgen geen broodje kaas. Ik heb hem weggegeven aan de moeder van Elisa Longo-Bugini. Elisa die komt hier uit de regio en die stond helaas niet. Ze was met haar rolstoel langs de kant bij de tussensprint. En we hebben allemaal even gezwaaid. En die is herstellende van een zware crash tijdens de Italiaanse kampioenschappen. Nou ja, het is toch... Iedereen maakt natuurlijk wel eens een valpartij mee. En dat wil je liever niet en dat gun je niemand. Dus ik hoop dat ze er snel weer bij is. Ik weet niet of dat de worst en de kaas erbij gaat helpen in het herstel. Maar ik hoop dat ze het gebaar waardeert. Maar heb je nu het idee van het algemeen klassement een beetje laten varen en dan nu maar de laatste 2 dagen gewoon knallen? De laatste 2 dagen zeker knallen. Kijk, vandaag was het proberen nog wat goed te maken, maar ja, ik wist al dat het heel moeilijk ging worden. Maar ja, je kunt het allicht proberen. Maar morgen wordt het een vlakke etappe, rondjes rijden, wordt waarschijnlijk rondvliegen. Er zijn een aantal ploegen van sprinters die nog graag een even overwinning willen pakken. En dan hebben we de tijdrit natuurlijk nog. Maar ja, er komen nog 2 mooie dagen aan.